Dus daar heb ik ook allemaal opgezocht. Want ik wist het eerst ook niet. Maar ja, dat is het fijne van computers. Mooi, hè? Alles kan je vinden in de computer. Alles. En nog wat. Ja. Maar ze zijn nog steeds bezig met die kubelton. Maar ik zie wel dat... In 2 dagen tijd zit er een hele verdieping op. Ja, dat gaat hoor. Dus dan kun je berekenen wanneer ze bovenaan zitten. Hoe lang dat duurt, weet je wel. Ongeveer. Nou, ik ga niet rekenen, want dat ken ik niet meer. Ja, ik heb het ook... Ik krijg er moeie hersens van ook. Ja, maar ik ken het helemaal niet meer. Helemaal niet meer? Nee. Dan komen we daar ruimte erop. Ja. Maar je kan nog wel goed praten. En... Oh ja, dankjewel. Maar die Henk die kon niet meer praten. Of heel moeilijk. Maar er zijn er ook die het gelijk met mij hebben gehad, die konden ook niet praten. Derde hoor. En die ene die hield mij maar in de gaten. Want ik lag op de tweede afdeling van de Rijndam. Ja. En dan zaten we vlak bij de liften. Die hield hij mij in de gaten. Als ik naar beneden ging, kwam die gauw achter een man. Jo. Ja. Hij kon niet praten. Nee. Maar dan ging hij mij om een peukje te roken. Dat is een peukje voor mij, hè. Maar weet je wat het is? Dat roken is natuurlijk ook niet goed, hè? Nee, is niet goed. Daar krijg je ook altijd soort dingen van. Dan verstoppen je hersenen. Ja. Vroeg of laat. Die nicotine en zo, hè? Ja. Had je dan verteld van die televisie die helemaal bruin was van binnen? Nicotine, teer. Ja. Ik heb altijd zware checken. Alleen maar brandaris. Ja, hè? Maar ja, nu schijnt filter nog erger te zijn. Nog ongezonder. Ja, nou, later kwam dat e-cigaret zien. Dat is ook niet gezond hoor. Nee, is net zo gevaarlijk. En die ontploffen, dan zul je hele kakers weg. Ja. Best is helemaal niet roken. Nee. Er is al genoeg vuiligheid in de lucht hoor. Maar ik kon er makkelijk ervan afkomen, want ik kan niet draaien. Daar heb je ook een machientje voor. Dat lukt me niet. Maar dat moet je met 2 handen doen. Dat machientje? Ja. Dan moet je de rooster aanbrengen. Ja. Dat is weer een geluk bij een ongeluk. Ja, heel leuk. Maar lopen kan je nog goed, Nico. Jawel. Je hebt nog een aardig tempo. Maar dat heb ik altijd gedaan, hè. Toen ik pas had, hè. Toen ik thuis was, uit de Rijndam. Ja. Dus lopen, dan bleef ik maar in mijn eigen zeggen door en door en door. Het hielp je ook. Ja. En je moet ook doorgaan, anders kom je niet. Nou ja, anders kom je niet. En je moet niet in zo'n elektrisch karretje gaan zitten. Nee joh. Mooi modderbed. Ja, die Willem die had het nog over dat truitje wat ik aan heb. Dit truitje.